13s. You've given us some really good rugby, and we've been able to exercise that. You've excelled yourselves, you've swapped teams, your fitness is there. I think you should be very proud of what you've done today. I'd like to thank all the teams, our teams here at DIST that helped us out today and got the games going. Thank you very much. I'd like to thank the referees. But first of all, I'd like to thank John for getting this all here done today. I think the work he's put into it, along with organising the kitchen staff. Yeah. And I think it is nice to come to us, for to visit us, and to play again more people. Very nice. I will send you the message. I will thank you very much. Beyond this rugby, I'd like to thank you very much for coming. We've hopefully given you the being as good as hosts as you were to our teams when they came over. We've had some great games of rugby, and hopefully this is a relationship we can build on and train and make better. But thanks very much for coming. Guys, quiet please. Now, thanks for hosting us. Thank you. Chris Cubs, but there's nobody here, so. Laatste kwartiertje even
Wat ging Rory doen? Ook niet, nou, hij ging zeker wel wat geks doen. Ja, iedereen heeft wel gek gedaan, hoor. Hets! Hey, deze voor sale, hoor. Ja, hij zet er al te doen. Paar spieltjes. Had ik al gebeuren vanwege te veel moeiteit in de cola. Met name de munt, die is ook goed binnen gegaan. De mannen hebben zich heel goed gedragen, zoals gehoord. Verder houdt het altijd een hele rumoerige avond. Als je op tour bent, is het de eerste avond. En dan. Het is als altijd zo, dan moet je even corrigeren zaken doen. Maar voor de rest is het gewoon gebeurde, echt gebeurde kan. Ik wil in ieder geval voor de man een applausje. Hij is er. Ik denk dat wij een hele mooie wedstrijd hebben gedaan in Engeland. We hebben rugbyles gehad. Dat was meer zo. We hebben wedstrijden zwaar verloren, een wedstrijd net verloren en een wedstrijd verloren. Zo was het ongeveer. Bij Cambridge was het geweldig, maar mannen hadden niet genoeg tijd om een warming up te doen. Omdat het eigenlijk de tijdspanne daar niet was. Cambridge is een soort elite club met een mooi stadion. Stadion, ja. Tribune eigenlijk. Maar wel, je zag wel dat daar wat was. Een goede ontvangst, mooie ontvangst. De mannen hebben de wedstrijden gedaan. We speelden nog een wedstrijd, een belangrijke wedstrijd in de derde league. Op het hoofdveld. In de pauze was er afgesproken door de voorzitter van Cambridge. Mannen, allemaal, de Cambridge mannen en de Hoekers mannen op het veld. BBC was er, iedereen kon foto's maken, op een rijtje staan. De voorzitter heeft gesproken, ik heb gesproken, de jongens hebben al een gesprek gedaan, hebben daar kunnen eten, dat was gewoon een geweldige ervaring. Zaterdag, zondag, hebben wij bij Dis gespeeld, dat was, is wat meer ja, in het veld, het is ook geen echt grasveld, maar er liepen geen koeien. Dat moet je wel vertellen, ook daar weer een warme ontvangst. Daar is ook goed overleg geweest en leuk gespeeld. Gewoon, de mannen hebben het allemaal hier naar zeer gehad. Ze wilden eigenlijk nog een wedstrijd doen. De Cups hadden in ieder geval, de Junior hebben er twee gespeeld. Maar de Cups wilden ook twee, maar hebben we niet gedaan. Omdat dat net een leeftijdsgroep ouder was. En we hadden op dat moment nog geen blessures en we wilden ook geen nieuwe blessures. Ook daar hebben we heerlijk gegeten. Wat zonder meer zo. Ook daar is gesproken door mij, door de voorzitter. Door de jongens zijn ze gesproken. Dingen uitspreken. Afgesproken trouwens ook dat ze ook naar de beach gaan komen. Dat vinden ze erg leuk. Cambridge denkt daar nog over na. Maar die hebben ook de mogelijkheden daarvoor te komen. Natuurlijk, even terug over de veiligheid, want wat corrigeren moet optreden. We hebben gelijk besloten om zaterdagmorgen eventjes de rechtbank toe te passen. Daar zijn mooie foto's van gemaakt, daar zijn filmen van gemaakt. Het was zelfs zoveel dat we dat niet haalden in de bus. En zaterdagmiddag hebben we ook de rechtbank nog toegekomen. Zo lief was. Ik was er maar uit te pakken, omdat ik veel handen geschud had. Dus dat was weer een beetje jammer. Ik denk, ik ben onschendbaar, maar blijkbaar niet. Dus dat is dan in ieder geval jammer. Ik wil dan in ieder geval zonder meer de begeleiders die mee zijn gegaan. En eigenlijk zijn de Colts ook een soort begeleiders geweest. Want dat is een werkwaar fantastisch geweest dat de Colts erbij waren. We hebben veel plezier gehad en een hoop lol mee. Deze dag heeft vrijgenomen en voor zijn eigen gelegenheid en voor zijn eigen centjes is meegegaan. Of
verkoop dat u bezig gaat. Ja, verkoopdagen in Rotterdam. Helemaal niet leuk. Hij heeft behoorlijke verantwoordelijkheid vooral om een mooie apen tot de rechtsstraat te brengen in de bus. Zonder schade ook weer thuis te brengen. Dus ik wil echt een heel warm applaus voor onze vijzers. Het is in ieder geval zo dat dit nooit kan lukken als iemand maanden van tevoren bezig is om dit allemaal te organiseren, de locatie te organiseren, de prijzen te verzamelen, hoe het in elkaar moet steken, timetable maken. We moeten op een boodschap geld binnenhalen. Mails te hebben naar ons om te kijken, maar jongens, wie gaat er mee, hoe gaan we mee en wat gaan we doen? Ik wil echt een bijzonder warm applaus voor Marieke. Ik heb nog 5 boeken.